الموسوس يعبد من؟ Degene die influisterinnen of last van influisterinnen heeft. يعبد من؟ Van wie is hij de aanbidder? يعبد الشيطان. Hij aanbidt de شيطان. الوسواس من من؟ الوسواس of influisterinnen. Van wie zijn deze afkomstig? من الشيطان. Van de شيطان. وأنت تعبد الرحمن؟ En jij bent een aanbidder van Allah. إذن أي سؤال عن الوساوس هذا من الشيطان. إلغي الوساوس. Alles wat gelinkt is aan influisterinnen. Is van de shaitaan, dus sluit deze deur gewoon. U'bid Allah subhanahu wa ta'ala wa la tultafit ila al-wasawis itlaqan. Wallahu a'lam. Aanbid Allah azza wa jal en geef geen enkele aandacht aan deze influisteringen. Hadha al-muwaswis imma an yatruk al-wasawis aw yatruk al-ibada. Khalas. Intahi, majnoon. Deze persoon die last heeft van influisteringen, of hij geeft aandacht aan deze influisteringen, en dan zal dat de oorzaak zijn van dat hij de aanbiddingen laat. Of hij aanbidt Allah azza wa jal en hij laat de influisteringen. إذا نخير الموسوس بين أن يترك العبادات أو يترك الوساوس. يختار لابد ترك الوساوس والحمد لله انتهت الأسئلة. Dus hij heeft een keuze in één van de twee. Of hij aanbidt Allah azza wa jal en hij laat de influisteringen. Of hij kiest voor de influisteringen en hij verstopt met aanbidden van Allah azza wa jal. نعم.